Goedendag, ik ben Georges Kinet, lid van het federaal parlement in België. Lid en voorzitter van de commissie Financiën. Wij denken als Groenen dat een budgettair evenwicht nodig en nuttig is, maar niet om welke prijs. Wij denken dat we moeten niet maar om te besparen, maar ook om nieuwe inkomsten vinden, vooral in de financiële sector die ons veel gekost heeft. En dus wij moeten ook tegen speculatie vechten, nieuwe regels invoeren, zodat de banken hun echte weg doen en een steun aan de reële economie geven. Onze voorstellen zijn eerst een tax over de financiële transactie, maar wij willen ook een verandering in de bancaire sector, zodat ze komen terug tot hun beroep, historische beroep. Dus de besparingen van mensen verdelen naar reële economie, naar steun om jobs te creëren. Enkele jaren na de financiële crisis, wij vinden dat zij hebben dat al vergeten. Er is geen echte hervorming van de financiële sector. En als Groenen, wij willen dat invoeren met een scheiding van de beroepen in de bancaire sector. En zodat de staten niet meer moeten op hulp van de banken komen. Het is een deel van de groene deal, de Green Deal van de Groenen.